Het Javaanse nieuwjaar is verheven tot een nationale vrije dag. Dit bevestigde vicepresident Ronnie Brunswijk gisteren in de Nationale Assemblee. De Partij Lahore heeft aangedrongen op deze dag en diende een petitie in met de ondersteuning van bijkans 75 Javaanse organisaties. De regering heeft besloten het Javaanse nieuwjaar, dat er iets langer dan 100 jaar wordt gevierd in Suriname, let wel, te verheffen tot Nationale Vrijdag. En ik wil alvast hierbij alle Suriname feliciteren met dit besluit. PL-parlementariër Evert Carto zei dat het onrecht dat de Javanen is aangedaan nu is rechtgetrokken. NDP-parlementariër Suwarto Mustaja gaf aan dat het woord onrecht onjuist gebruikt is. Vicepresident Brunswijk benadrukte dat er geen sprake is van onrecht. Ik wil bij deze u bedanken, de regering bedanken, tot het verheffen van Javaans nieuwjaar tot de Nationale Vrijdag. Ik geloof dat het onrecht aan wat hun aangedaan is nu rechtgetrokken is. En de Javanen zullen dankbaar zijn, in het bijzonder de Surinaamse gemeenschap, in het bijzonder de Javanen, dat dit aangemerkt wordt tot een Nationale Vrijdag. Natuurlijk moeten we toejuichen dat de regering die Iran Vandal ook draagt. Ik wil het uitleggen nu. Het punt van orde is dat de statement die collega Carto gemaakt heeft met betrekking tot onrecht, in het kader van de promotie van Javaans nieuwjaar, Sassi Soura, tot Nationale Vrijdag, juichen we toe, maar het is ten onrecht om dat als onrecht te beschouwen. Okay. Echter wil ik toch wat de atleet Carto naar voren heeft gebracht, dat er onrecht is gedaan. Kijk, elke regering bekijkt zijn zaken onder andere bril. En deze regering die gaat met de gevoelens van de samenleving mee. En wij hebben gezien dat het nodig is, meneer de voorzitter, wat gezegd, we gaan alle vrije dagen op een rij zetten evalueren. Alvast deze dag is er voornemens om dit goed te keuren. Maar wij gaan niet zeggen van, er is onrecht gedaan, meneer de voorzitter, dat heeft gezegd. Maar in ieder geval, deze regering gaat met de gevoelens mee. Gevoelens van alle Surinamers en ook de groep van de Javanen. De Javaanse maand, Soura, begint op 31 juli en duurt tot 29 augustus. President Chandrika Prasad Santokhi heeft meegedeeld dat de vrije dag valt op zondag 31 juli.